Een hele goede dag weer met een nieuwe vlog over lijfuitzending over hoe moet je nu eigenlijk poepen. Ik ben Janneke de Boer van Gezond Begin, orthomoleculair therapeut en ik geef wekelijks hier tips, gezondheidstips over wat je allemaal zelf kan doen om gezonder te worden. En vandaag wil ik het hebben over hoe moet je nu eigenlijk poepen. De meeste van ons, hey hallo, leuk dat je kijkt Charlotte. De meeste van ons gaan gewoon naar de wc en gaan gewoon zitten. Maar daarin heb je eigenlijk een paar variaties in hoe je het beste kan gaan zitten en kan gaan poepen. Nou heb ik hier twee tekeningetjes gemaakt. Je ziet al een lachend gezichtje en een niet lachend gezichtje over hoe je nou eigenlijk moet poepen. De meeste van ons die gaan gewoon op de pot zitten met hun voeten op de vloer. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je darmen? Het laatste stukje van onze darmen die zitten in een knik. Zoals je ziet, de blauwe balletjes zijn onze darmen. Die zitten dan in een knik. Nou, als je op die manier op de wc gaat zitten, dan moet je veel meer druk zetten. Je ontlasting komt er veel moeilijker uitzetten. Waardoor heel veel mensen moeilijker kunnen poepen. Vaak niet hun hele darmen leeg kunnen poepen. En ook veel meer druk moeten zetten, wat weer kan leiden tot aanbijen. Nou, dat willen we dus helemaal niet hebben. De meeste mensen, vooral mannen natuurlijk, die zitten dan heel erg lang op de wc om hun poep eruit te krijgen. Nou, daar heb je een heel makkelijk klein trucje voor. De meeste mensen kennen het misschien wel al, maar dat is het poepkrukje. Ik heb hem hier eronder getekend. Wat gebeurt er dan eigenlijk als jij je knieën op een poepkrukje zet? Dan zorg je dat je in een soort knikhouding komt te zitten. Wat gebeurt er dan? Het laatste stukje van de darmen, de blauwe bolletjes, die worden dan recht. En wat gebeurt er dan? Daardoor kan jouw poepen veel makkelijker jouw lichaam verlaten. De knik is weg, dus jouw poep komt er veel makkelijker uit. Je zit wat korter op de wc. Je ligt je darmen dus veel makkelijker en beter. En wat er ook gebeurt is dat je bijna geen aanbijen meer krijgt. Dus wil jij op een veel makkelijkere en fijnere manier en blij van de wc afkomen, dan raad ik je aan om op een poepkrukje te gaan poepen. Nou, daar heb je hele speciale mooie krukjes voor die er speciaal voor onder je voor onder je wc passen. Maar je kan ook gewoon een krukje bij de IKEA kopen. Je kan, als je geen plek hebt voor een krukje, je kan ook je voeten bijvoorbeeld tegen de deur aanzetten. Dan maak je ook je billen in een soort knikje. Je kan ook opklapkrukjes kopen die je bijvoorbeeld in de tuin gebruikt om te tuinieren. Die kan je bijvoorbeeld bij de Gamma kopen. En dat is allemaal niet zo heel erg duur. Je kan ook zelfs je knieën zelf omhoog houden. Dan moet je wel heel erg goede beenspieren hebben. Maar als je op die manier gaat poepen, dan gaat het echt veel beter. En je zal zien dat het ook veel makkelijker eruit gaat. En ook mensen met obstipatie, dat het daardoor veel makkelijker en sneller je lichaam kan verlaten. Dus dat is een korte en kleine tip voor vandaag. Dus niet met je rechte benen op de wc, maar met gehurkte benen op de wc gaan zitten. Hey, leuk dat je kijkt. Op een geknikte manier met een poepkrukje eventjes op de wc gaan poepen. En je zal zien dat je me heel erg dankbaar bent. Tot de volgende keer en nog een hele fijne dag. Doeg!